Dit is Papa Alpha 0 Echo Tango Echo voor de Daily Minutes met een nieuwsupdate voor vandaag 12 mei 2016. Dat is bulletin van donderdag. Zoals meestal is er eerst morsen en dan een SSTV plaatje in PD50 dat op een smartphone te ontvangen is. Het midden van Canada en met name de plaats Fort McMurray, die ook geheel geëvacueerd is, wordt momenteel geteisterd door enorme bosbranden. Het is niet echt een gebeurtenis waarbij heel veel aanvullende communicatie nodig is. Toch zijn Canadese amateurs betrokken bij met name de communicatie voor hulporganisaties zoals het Rode Kruis, zo meldt de site arrl.org. Amateurs assisteren met name door middel van VHF-UHF spraakverbindingen via gekoppelde repeaters, ongetwijfeld op de manier zoals PI2NOS ook gekoppeld is. Een andere groep amateurs wordt stand-by gehouden voor het geval de zaak zou escaleren waarbij de amateurs alsnog nodig zouden zijn. Om een indruk te geven van de omvang van de branden, 25.000 inwoners waren al gevlucht naar een ander deel van de stad om uit het pad van de brand te blijven. Uiteindelijk zijn er 80.000 inwoners van Fort McMurray, de hele plaats dus, geëvacueerd. Veel huizen en zelfs complete wijken zijn al door de branden verwoest. Gisteren op 11 mei lukte het door een omslag in het weer eindelijk om de brand enigszins te beteugelen. Vrijdag bezoekte Canadese minister Justin Trudeau het rampgebied. Vorige week werd bekend dat Duitse amateurs dit jaar dus niet van de sporadische E op 70 MHz gebruik kunnen maken. In Kazachstan mag voor het eerst wel een aantal amateurs via een experimentele vergunning een jaar lang op 4 meter uitkomen. Het gaat om dezelfde band als we hier in Nederland hebben, 70,000 tot 70,500 met een maximaal zendvermogen van 100 watt. Meerdere stations die een experimentele vergunning hebben gekregen zitten in het westen van Kazachstan en die zouden tijdens het sporadische E-seizoen via een dubbele hop te werken moeten zijn vanuit Nederland. Prefixen in Kazachstan beginnen met Uniform November. Deel 16 van de serie over antennes gaat nog steeds over de kleine magnetische loop, maar nu over het gebruik van de kleine loop als zendantenne. Zoals we gisteren al melden is een loop vanwege de hoge verliesweerstand en de lage stralingsweerstand een nogal onrendabele antenne. Als een kleine magnetische loop gebruikt wordt voor zenden is dat doorgaans uit ruimtegebrek. Iedere antenne kleiner dan een kwart golf geeft aanzienlijke verliezen ten opzichte van de full-size versie. En het zou dus kunnen dat in dat geval een kleine magnetische loop nog niet eens de allerslechtste keuze is. Kleine loops, vaak tussen 45 centimeter en 1 meter in doorsnede, voor de banden 40 tot en met 10 meter, worden, waarschijnlijk vanwege toenemend ruimtegebrek en antenneverboden, wel steeds vaker door amateurs gebruikt om te zenden. Verschillende merken, zoals MFJ, maken dit soort antennes met vaak ook een automatische antennetuner speciaal voor zenden. Dit soort fabrieksantennes zijn vaak niet de goedkoopste. Ze zijn echter wel geoptimaliseerd om bij zenden het beste rendement te geven. Het rendement van een loopantenne wordt flink groter als de loop een grotere afmeting krijgt. Wel treden de eerder genoemde nadelen op als de antenne groter wordt dan de meest gebruikte 1/10 van een hele golflengte in omtrek. Bijvoorbeeld op het gebied van een niet meer gelijkmatige stroomverdeling op de antenne en daardoor een grillig stralingspatroon. Een andere manier om het rendement te vergroten is om het materiaal waarvan de lus gemaakt is dikker te maken en de buitenkant dan een laagje zilver of niet geanodiseerd aluminium te geven. Een combinatie van beide methodes wordt ook gebruikt. Ook in de militaire sector wordt de loop gebruikt, ook voor zenden, vaak in landmobiele configuraties. De antennes worden dan vaak liggend gebruikt om optimaal van de NVIS-effecten gebruik te maken. Dat wil zeggen dat door het signaal omhoog te richten op de lagere korte golfbanden alle afstanden tussen 0 en 400 kilometer zou kunnen worden overbrugd. Rendement van dergelijke professionele antennes is bij zenden meest slechts 1%. Het gaat om transmissiepaden waarbij bij gebruik van 100 watt zendvermogen een verlies van 20 dB niet dramatisch is. De buisdikte van de loop bij dit soort militaire installaties is vaak tussen de 5 en de 7,5 centimeter. There are a fair number of these, many, many hundreds of them, because they are out there. You can even find them on eBay occasionally. They generally sell now for about $10,000. They're pretty desirable collectibles, but they're worth it because they're a real piece of history. The circuit diagram has a standard crystal oscillator, and there are plug-in crystals that would determine the frequency. You feed that into the power amplifier tube. It has a tuned circuit and feeds out into the antenna. So it's a very
very, very straightforward transmitter. The receiver is also quite straightforward. It has three bands feeding into the grid of the receiver and tuned circuit, and we go through this coupling transformer into the IF stages. We have another IF with a local oscillator and feed that into an amplifier detector and out into the headphones. So just exactly the simplest kind of circuit you could possibly imagine. The power supply itself was fairly tricky because that darn transformer that weighs so much had all these different windings on it, so it would work on 6 volts, 12 volts, 110 volts, 220 volts, and so on. For the DC voltages, it had a vibrator, which changes DC into pulsating AC, and you need that in order to feed it into the transformer, for those of you who aren't familiar with vibrators. Very straightforward radio, but very effective, and the ability to operate on three bands, I think from about 80 meters up to 20 meters approximately, allowed them to get pretty good propagation depending on the time of day. The power supplies were hand cranked power supplies, typically, unless they were lucky and operating in a building and could hook into the AC line, either a manually cranked generator or a generator that was hooked onto a bicycle to build up the RPMs. They could take basically any old DC motor and spin it up at the right speed and generate the voltages that they need. There were also military generators with a seat and a foot crank for bicycle pedals down at the bottom, and they worked very efficiently. We're going to take you now to Norway, to Bergen, and show you how spies operated out of a particular city. In Bergen, there was a group of spies called the Theta Group, and they lived and performed most of their work in a room which has now been called the Theta Room. When Norway was invaded by the Germans, initially Bergen Seaport looked like a row of old buildings. The Germans came, they took over, and the buildings to this day still look very much the same. But if you look at an overhead view of the seaport and the buildings, and you look very carefully, you can find in the very back part of one of these buildings the Theta Room. It's located in a very difficult place to get to. It's a pretty good, well-hidden spy locale. First thing you have to do is you have to walk down this long corridor from the seaport to the back of the building. And then, once you're at the back of the building, you have to know to go up these stairs. And you go up to the second floor of this old building. And when you're up in the second floor, you have a bunch of old furniture. You have to walk by the furniture and find your way to the back here and go through a door and then find your way up a set of stairs. And there's a wooden roof over the stairway, so it looks like it's closed off and unused. But when you finally get there, you find the Theta Room. The door has a rather interesting arrangement on the back of it. This door was barred so that people could not knock it down. There are a lot of heavy hinges, multiple heavy hinges on the right side, and a very, very heavy-duty latch on the left. And that latch had to be moved by an electric motor, and the only way to open this door was to activate that electric motor, and the only way to activate that electric motor was to connect this nail to this nail over here. And you did that by having a coat hanger, and you had to know exactly which of the nails on the door to connect together in order to get the latch to retract. So really a rather clever arrangement. The door will open when you do this, the motor goes chugga-chugga and the latch pulls back. The room itself was equipped with a rather unique feature, a bomb. That bomb would be set off if people entered the room and opened the cabinet where the bomb was located. So you can see the trigger switch here, the batteries to operate the bomb, and the TNT explosive. The cabinet looks perfectly innocent, but you would expect that if a German came along and started searching through this room, eventually they would say, gee, I wonder what's in this cabinet. And boom, the room is no more. Thank you.
Daily Minutes zijn dagelijks om 1900 uur te beluisteren op PI2 NOS en 's ochtends om 10:30. Wij hebben nog een verzoek. Ja. Als je in de auto de SSTV-beelden wilt ontvangen, zoek dan alsjeblieft een parkeerplaats op. Doe dat niet terwijl je rijdt.